Dag meneer Tony Oranje, gefeliciteerd met de opening van het nieuwe vogelziekenhuis in Zelhem. Dank u wel. Wat gaat hier allemaal gebeuren hier binnen? Een standaard eerste lijns dierengeneeskundige praktijk, tweede lijns en vogelgeneeskunde. Daarnaast hebben wij een farmaceutisch bedrijf waar we geneesmiddelen ontwikkelen voor de minor species. En we zijn eigenlijk op ons vakgebied wereldmarktleider. En dat zijn eigenlijk datgene wat hier voornamelijk plaats gaat vinden. Er komen ook buitenlandse vogels hier naartoe? Over de hele wereld. Mensen uit China, Qatar, Denemarken. Ons klantenbestand is echt wereldwijd. En u ontwikkelt ook medicijnen, heb ik begrepen? Ja, wij ontwikkelen medicijnen. Wij zijn na het Akzo Nobel, het vroege Nederlandse farmaceutische bedrijf, weer Interwet. We zijn het tweede Nederlandse farmaceutische bedrijf met een centraal Europees toegelaten geneesmiddel. Dus dat doen wij daarnaast. We hebben dus een neventak daarnaast dat we geneesmiddelen voor diersoorten ontwikkelen waar eigenlijk geen geneesmiddelen officieel geregistreerd zijn. Gekomen en nu zitten we hier. Als jullie naar voren gaan en de officiële opening gaat voltrekken. Ja, knippen. Jo, hoi. Hoi. Wij hebben een praktisch iets, een rondleiding hier binnen georganiseerd en uitgezet door de dames.